Urgentie, dokter Van der Woude, OK3. Dokter Van der Woude, OK3. Hallo, OK3 hier met dokter Buitendijk. Ik neem waar voor dokter Van der Woude, die is vandaag absent. Kan ik iets betekenen? Ja, ja. Nee, zou ik niet doen. Heeft de patiënt absoluut geen baat bij. Ik kan zo meteen wel even komen naar de OK3, juist, ja. Ik heb nog één patiënt in de wachtkamer en daarna kom ik meteen bij complicaties even bellen, akkoord? Volgende patiënt. Hoe? Goedemorgen. Goed, ik kom voor de... Is de dokter er niet? Ik ben dokter Buitendijk. Ik neem waar voor dokter Van der Woude, want die is vandaag absent. Gaat u zitten. Oh, ja, maar u bent een... Wat? Vrouwtjesdokter. Deefje, Deefje. U bent nieuw voor mij? Heel graag. Dus ik wil eerst even wat gegevens van u noteren. Ja, vanzelf natuurlijk. Hoe is de naam? Mijn naam? Mijn naam is Vers. Vers, de heer Vers. V-E-R-S, de heer Vers. Vers. Juist. En uw voornaam? Kers. Kersvers? Kersvers. Verser kan het niet, zeg maar. Hè. En bent u getrouwd? Ja, ik ben getrouwd, hoor. Dus wat dat betreft hoeft u zich geen illusies te maken. Dik voorzien. Mooi. En hoe heet uw vrouw? Lucy. Lucifers? Lucifers, ja. Kent u dat? Wat was de meisjesnaam? Doosje. Lucifers doosje? Ja, het kwam toevallig zo uit, maar het schuift goed in elkaar, dus het maakt wel verder niet uit. Hè. Heeft u ook kinderen, meneer Vers? Ja, ik heb twee kinderen, dokter. Mooi, hoe heette die? Vers 1 en vers 2. Dus als ik het goed begrijp, woont u thuis met 4 personen, ja, is dat correct? Ja, we zijn met 4 personen, nou, we zijn eigenlijk met 5 personen, want mijn schoonmoeder woont ook bij ons in, mijn schoonmoeder. Uw schoonmoeder, en hoe heet die? Kakelvers. Gaat de hele dag door. Bent u zo bij elkaar gekomen? Waar heeft u elkaar in godsnaam ontmoet? Ja, in de supermarkt. In de supermarkt? De versafdeling. Meneer Vers, we gaan nog eventjes door. Ja. Waar woont u? Ik woon thuis. Ja. Ja, dat begrijp ik. Maar waar staat uw huis? Oh, dat staat bij mij in de straat. Dat hebben ze in de tijd daar neergezet. Staat mij niet in de weg. En hoe heet die straat? Nou, het is meer een weg. Het lijkt op een straat, maar het is een weg. Ja, is het nou een straat of een weg? Het is een weg. En hoe heet die weg? Straatweg. 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 Tenminste, aan de ene kant van de straatweg wel, maar aan de andere kant van de straatweg op dit moment minder. Hoe bedoelt u dat? Nou, ze zijn bezig met de riolering, dus aan mijn kant van de straatweg is niks aan de hand, maar aan de andere kant van de straatweg is de straatweg. Ik zet gewoon straatweg. Ja, u komt toch niet op visite, dus wat maakt het uit? Eens eventjes kijken. Ik heb hier de heer Vers, ja. Kers, nou, het is getrouwd. Andersom eigenlijk, hoor. Het is de heer Kersvers. U zei de heer Vers Kers, maar het is de heer Kers Vers Eerst Kers. En dat dan... weet ik, meneer Vers, maar ons kaartsysteem werkt andersom. Zeker een Belgisch kaartsysteem. Zo eens eventjes kijken. Oh, wacht, ik heb uw woonplaats nog niet. Waar woont u? Ik woon in Lek. In Lek? De Aan Krimpen. Dank u. Meneer Vers, wat is uw beroep? Nou, ik ben drukker. Ah, ja. U werkt dus op een drukkerij? Nee, ik werk op een paperclipfabriek. Ik ben hoofd van de afdeling Ronde Bochies. Ronde Bochies? Ronde Bochies, dan moet je bij mij zijn. Ik ben van de ronde in de paperclip, zit er een rond bochie. Ben ik de hele dag mee bezig. Dat is een hoop werk, hoor. Eén dag voor één doosie. Dat is een werk. Doet u dat met de hand? Nee, met een vierkant tangetje. Meneer Vers, u bent erg in de war, hè? Ik? Ja, daarnet zei u nog dat u drukker was. Ja, dat klopt. Wat drukt u dan? Op een knop. Op een knop? Ja. En dan? Dan gaat de deur open. Dan gaat de deur open? Ik druk hier op een knop en dan gaat daar de deur open. Ik weet ook niet hoe het werkt. Het gaat elektronisch, denk ik. Maar het is in ieder geval afwisselend werk, dat wel. Zo is dat afwisselend werk? Ik druk ook wel eens met deze hand. Dan gaat die ook open. Is dat alles wat u doet? Nee, ik tik ook nog. Ah, u tikt op een toetsenbord? Nee, tegen het raam.
Tegen het raam, waarom? Ja. Hoezo? Nou, als ik zie dat ze buiten aan mijn fiets zitten, dan tik ik even tegen het raam. Dan tik ik tegen het raam en zeg ik, ga je weg? Ga je weg? Maar dat horen ze niet, want het is een hermetisch raam. Maar ze gaan wel weg. Met mijn fiets. Meneer Vers, het is erg verwarrend allemaal. Ja, ik kom er zelf ook niet meer uit. Daarom, ik was het zat, toen ben ik gaan solliciteren. Dus ik heb volgende week eigenlijk een nieuwe baan. Oh, een nieuwe baan? Wat is dat voor een baan? Nou, ik word verkoper van Barbie-poppen. Dus verkoper van Barbie-poppen? Ja, leuk, hè? Ja. Ik heb er een paar meegenomen. Misschien leuk om even te kijken. Nee hoor, laat u dat maar. Ik ben absoluut niet geïnteresseerd. Ik heb hier bijvoorbeeld twee. Deze zijn €5 per stuk. Twee voor een tientje is een aanbieding deze week. En dan heb ik hier nog twee. Sommigen hebben een lichte hersenschudding. Dan komt ze zijn van de vrachtwagen afgevallen. Ziet u wel, maar goed. Deze zijn ook €5. Dat is de dansbarbie en de gymnastiek barbie. Die zijn allemaal €5 per stuk. Dan heb ik hier een hele bijzondere. Dat is de gescheiden barbie. Maar die kost €35. En waarom is die gescheiden Barbie dan zo duur? Die is inclusief het huis en de zeilboot van Ken. Doet u dat weg? Ik heb absoluut geen belangstelling. Leg die rommel, ik heb nog wel een belangrijke vraag. En bij welke verzekering bent u? Ik ben bij het ZOEZZ. ZOEZZ, ja. Wat betekent dat? Het zal onze zorg zijn. En het polisnummer? 2. 2? Ja, er was er nog 1 voor me, dus... Goed, meneer Vers, vertelt u mij eens, wat zijn de problemen? Mijn afvoertje lekt. Uw afvoertje lekt? Ik krijg helemaal last van op de deur, hè? Hebben jullie er nog geen last van? Nee, nog niet. Hou je zeker je duim erop? Dat heb ik even niet gehoord. Oh, ik zei, hou je zeker je duim erop! Weet je trouwens waarom er een stuur op een fiets zit? Anders moet je de bel in je hand houden. Waarom is een olifant altijd groot, grijs en gerimpeld? Als die klei rond en wit was, was het een aspirientje! Waarom heeft een nijlpaard altijd gele sokjes als die ondersteboven in de vanillevla drijft? Meneer Vers, ik heb nog nooit een nijlpaard ondersteboven in de vanillevla zien liggen. Omdat hij gele sokjes draagt. Begrijp u wel? Is het nou afgelopen? Ja, we zijn erdoor, ja. Kan ik verder gaan? Ik weet niet waarom u bezig was. Waar komt u voor? Nou, ik kom eigenlijk voor mijn vrouw. Er zit zo mijn vrouw, die is hier van de Buitendijk, OK3, met spoed. Hallo, hier Buitendijk, ik kom er meteen aan. Oh. Dit is een spoedgeval, blijven zitten. Oh, ja, moet ik helpen? Nee! Dokter Oetker. Dokter Oetker, frambozenpudding niet lekker geworden, dokter Oetker. Onmiddellijk. Waar is dokter Binnendijk? Binnendijk? Oh, sorry, Buitendijk. Zo. Eén zinnetje. Wie bent u? Mijn naam is Vers. Ik ben steriel. Och jee. Wat erg voor uw vrouw. Wat doet u hier?
Nou, ik kom voor mijn vrouw. Mijn vrouw, de blijde gebeurtenis gaat vandaag plaatsvinden. Dus daar wil ik graag bij zijn. Voor de blijde gebeurtenis moet u niet hier zijn. Nee, maar Buitendijk moest weg. Maar mijn vrouw ligt ondersteboven, achterstevoren in de kaartenbak. Want ze is verplaatst naar een ander. Hoe heet uw vrouw? Vers Lucie, Vers. Vers Lucie. Voor de gebeurtenis blij. De blijde gebeurtenis. Hier, Vers Lucie, kamer 314. 314. De derde etage. Ga ik daar meteen naartoe. Ik zou er maar gauw naartoe gaan. Dank u zeer, dokter. Wat zeg, veel succes met de blijde gebeurtenis. Dank u. Vreemde particulier. Hallo centrale, hier dokter Bernhard. Ja, mag ik dokter Buitendijk? Hallo Buitendijk, zeg, ik zit in jouw spreekkamer, je spreekt met Bernhard. En er is net een patiënt vertrokken, ja, een beetje een vreemde snuiter met een alpinopet op. Ja, hij kwam voor de blijde gebeurtenis, zei hij. Ja, ja, ik weet dokter, niet waar... Dokter, dit is gebeurd! Oh, godverdorie, dat ging snel, zeg. Nou, zeker snel. Succes. Ja. Zeg, gefeliciteerd. Enorm. Dank u wel, dank u wel. En by the way, wat is het geworden? Een jong of een meisje? Ja, dat weten we pas over 9 maanden natuurlijk.